En minister Jerry Miranda van Justitie en Politie ad interim heeft vanmorgen het beheer over het ministerie aan de nieuwe minister van Justitie en Politie ad interim, Ferdinand Welzijn, overgedragen. De ondertekening van het protocol van overdracht vond plaats in het bijzijn van de waarnemend directeur van Justitie, Marianne Chenafat. Na de ondertekening overhandigde Miranda het protocol van overdracht met het huidige organogram, de beschikking van de nieuwe organisatiestructuur van het ministerie, het concept beleidsplan 2016-2020, de begroting van 2016, de conceptbegroting van 2017 en het document van realisatie van de dienstonderdelen aan minister Welzijn. Laatstgenoemde, die ook minister is van Handel en Industrie, Toerisme, zal waarnemen op Juspol tot er een geschikte kandidaat is gevonden voor de functie. Intussen heeft het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht weersproken dat Rachid Doekie de nieuwe minister van Juspol wordt. Geruchten daartoe deden de ronde op social media. Volgens het instituut wordt er bewust onjuiste informatie verspreid met het doel onrust en onzekerheid te creëren.